In deze aflevering ga ik samen met Dominique een avondje vissen op het IJsselmeer. Geloof het of niet, maar we vangen bijna elke worp vis. Goh. Goh. Ja. Ja. Ja, hangen. Ja. Ja, ja. Oh, dit is wel een goeie, hoor. Ja, hangen. Ja, en we hebben er één. We vangen bijna alleen maar grote baarsen en ook vangen we zelfs snoek en snoekbaars. Ik heb nog nooit zo'n sterke vis gevangen. Echt niet normaal. Dit was echt een hele sterke snoekbaars. Ik had dan ook echt nooit verwacht dat we meer dan 50 vissen zouden vangen in een paar uurtjes tijd. Je kijkt naar de vangst. Ik zou zeggen, abonneer je met het belletje aan en deel de video met iedereen die je kent, want dit is echt niet normaal. Oh ja, ik heb een. Ja, ja. Goh, wel een mooie. Goh, goh. Oh, is hij los? Oh, nee. Oh. Oké. Ja, redelijk. Voor mijn doen is het wel een grote. Engel gaat staan. Hij heeft een dikke baas hier ook. Dus voor mij is dit wel mijn record, denk ik. Ik vis nooit op baars eigenlijk. Het is een mooie. Mooie vin. Echt een hele mooie baars. Ja, ja, hangen. Goh. Goh. Ik doe de eerste worp nadat ik die vis ving van hem. En meteen bam, na 1 seconde. Goh. Mooi dit. Ja, dit is ook alweer een mooie. Een mooie actie op zo'n licht engeltje. Hij is boos. Het is gewoon weer een mooie vis, hoor. Hij is er al uit. Yo. Wat een vis. Even een close-up. Kijk eens aan, joh. Wat een mooie vis. Echt niet normaal. Prachtig. Dat is weg. Wat nog? Gaat erop. Gaat erop. Moet je. Kijk. Oh. Jezus. Dat is wel mooi, ja. Maar die hele koffer zit meteen. Ja, lekker pik. Geef je camera. De eerste worp na die volgende vorige. Hey, jij moet even stoppen met vangen. Ik wil het vangen. Ik doe nog één worp. En ik vang meteen weer. Geef me je camera. Of was je camera? Filmt die? Staat hier. Ben je zo weinig mogelijk te bewegen en de horizon recht houden. Is goed. Oh. Oh, dit mooi. Echt mooi dit. Ah, dit is nog groter. Deze is groter dan. Ja, hij had wel een grote. Prachtig. Pak hem snel, pak hem snel. Oh. Machtig mooi. Drie warpen op rij, hè? Machtig. Ik doe drie warpen en alle drie warpen vis. Prachtig. Met een velletje. Leg hem even op het gras neer. Een beetje. Nou, 37. 37. En nu leg ik deze ervoor. Ik niet voor vissen, hoor. Want anders weten ze het. En dan gewoon één keer in de week. Oh ja. Van ja, nee. Dus ik ben best. Godverdomme, hij vangt alleen maar grote. Oh. Weer eens. Yo. Ze zitten nog hier de put, hè? Kijk eens aan, ja. Oh. Twee worpen daarna, nog niet eens. Of, en ik heb weer een baar. Ja, dat is voor mij iets kleiner.
Kijk eens aan, dames en heren. 30 of zo. Ik doe 2 worpen daarna en klap er weer een baars op. Een kleintje. Wel een mooie. Wil je ze nou iets verder? Gaat. En hij gaat weer. Echt mooi dit. Oh, ja, 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 ja. Ja. Ja, hij heeft één. Lekker man. Ik gooide hem net ook in en meteen. Meteen vis. En ik heb vis. Oh, dit is een grote hoor. Kijk maar, hij is hier voor je. Oh. Ik weet niet per se groot, maar. Dat is sterk. Kijk eens aan. Ha, volgende worp, bam. Gaat hij weg? Oh. Ah, die gaat er weg. Oh, die gaat er snel vandoor. Ja, hangen. Ja, ze zitten verder weg, ja. Ik doe 1 worp. Kijk eens aan. Nog een baars. Oh, ja, die gaat. Ja. Ja, ja. Oh, dit is wel een goeie, hoor. Oh, dit is wel een goeie. Oh. Ja, ik kom ik net zo vier met. Ik vang de een na de ander hier, ja. Kijk eens aan. Ja, best. Zo is goed. Oh. Nou, catch and release. Bijna content. Oh, wat een dag vandaag. Gaat ie weer. Lekker. Kijk eens aan. Kijk eens aan, jongens. Boos dat hij is. Gaat gauw weer zwemmen. Hey, ik ben wel zwier. Ik word op die plek, hè. Dus ja, hier. Kijk, hoe wordt hem hier, jongens? Ze zitten erbij. Hey, hey. Ze zitten... Ja, hij zag een paar zult op zijn plaatje, hè. Ja. Ah, dit is ook weer gewoon een lap, jongen. Kijk eens wat. Wat een lap. 39 centimeter. Kijk hem met zijn hangen. Oh, die vast in het water. Kijk hè. Oh. Ja. Daar gaat hij. En dan trekt hij die loesoe. Oh. Kijk dit al, hè. Zit gewoon zoveel gram lood aan. Ja, hangen. Hangen. We hangen. Ja, ja. Jongens, abonneer eventjes allemaal op mijn YouTube kanaal, want dit is echt dikke chaos. Willen jullie meer van dit soort video's zien? Laat dan alsjeblieft even een duimpje omhoog achter, want dit is echt niet best. Het is moeilijk. Maar als je ze eenmaal gevonden hebt, dan kan het soms losgaan, joh. Maak het niet heen met een 30 gram lood ervoor. Kleintje. Maar hij gaat er weer vandoor. Doei doei. Als je ver genoeg werpt, en op precies de juiste plek, dan vang je ze, dames en heren. Ja, ik zeg het. En kijk eens. Kijk eens aan, ja. Oh, hij is los. Hij is los. Denk ik. Maar dat was er wel een redelijke. Kijk wat er gebeurt als je ze heel veel baars vangt. Ja. Het lepeltje gaat er gewoon vanaf. Het spinnenblaadje is er gewoon vanaf gegaan. Maar echt super bedankt. Nice bait. Gun ons even nog meer. Gun ons nog meer. We vangen veel te goed op dit aas, joh. Echt super bedankt, nice baits. Linkje zet ik wel in de beschrijving. Zoek het even op en ja, dat zijn echt top aasjes. Ik heb er alles mee gevangen met dit aasje. Dat mag ook wel. Goh. Ik vis nu met de Cardinal SX40 van Abu Garcia, de molen. En de hengel is de Abu Devil Spin. Ik vind het altijd wel een goed merk, Abu Garcia. Komt bijna niet uit mijn woorden, maar goed. Ja, ja. Deze mag ik niet lossen. Wacht. Oh nee, dat was echt een dikke. Los. Dat was echt een dikke, dames en heren.
Ja, hangen. Zo hé. Zwom net ook eentje voor Dominique zijn hoofd gewoon. Zwom gewoon vlak langs. Zwom een baas. Kijk, dit is een klein baasje. Maar wel een mooie, echt prachtige bazen vang je hier. Doe maar. Oh, wat een feest. Wat een feest dit. Oh, holy shit, dat was mijn aasje. Ik werp hem volledig gewoon vol gas die kant op. Want ik werp hem veel te hard en toen schoot hij los. Beetje kut dit. Het is echt chaos, dames en heren. Het is echt niet best. Ik vis met fluwelcarbon. Een meter fluwelcarbon. Hoeft helemaal niet zo lang. Maar ik heb net een aasje verloren, dus dat gebeurt ook wel eens. Een aasje van Nice Baits, echt super bedankt nog steeds voor de gratis aasjes. 100 euro aan gratis kunstaas mocht ik uitkiezen, dus echt super bedankt. Ik zet het linkje wel even in de beschrijving. Maar ik knoop nu gewoon met de bloedknoop. Oh, hij miste net één. Ik knoop nu gewoon met de bloedknoop gewoon een aasje aan de fluwelcarbon. En mijn hoofdlijn is 1600ste gevlakte lijn. Maar het is echt chaos, dames en heren. We vangen er nog wel een paar. We hebben er met z'n tweeën, denk ik, 20 gevangen. En die waren net nog meer mensen. Nog twee mannen. En die hadden volgens mij ook wel een stuk of 30 met z'n tweeën of 40. Echt niet normaal. En ook eentje van 46 of zo. Echt niet normaal. Nou ja, in ieder geval, ik ga weer vissen. Maar de reden waarom ik trouwens met fluwelcarbon vis is omdat het hier best wel helder water is. Ja, dat is. Het scheelt toch wel als je dan met fluwelcarbon gaat of met stalen onderlijn. Dus ja, daarom vis ik met fluwelcarbon. En ik ga weer het water in. Ja, hij haakt er hier vlak voor de kant, haakt hij een baasje. Maar wel een mooie. Ja. Ah. Oeh ja. Twee dikke erop. Oh! Oh, pa! Nee! Ja, nee! Oh! Joh, die was echt sterk, joh. Ik kom net niet zo ver, want ik heb niet een hele zware loodkapper aan. 7 gram of zo, 8 gram. Oh, ja, ik heb één. Ja. Ja, ja. Kijk eens aan. Ga met die banaan. Oh, we vangen echt de een na de ander. Hij zwom tegen mijn voet aan en in één keer voel ik een stik. Dat was echt grappig, joh. Doei. En nog één. Pak jij hem? En hij is los. En hij is los. Weg. Gone. Loes. Dominique heeft er weer één. Ja, kijk die hengel. Krom staan. Dat is zo'n baasje. Dit zijn echt niet normaal, zulke sterke vissen als dit zijn. Dit is wel een grote, hè? Wel een redelijke. Ik sta hier mooi met mijn hengel tussen mijn benen. Vasthouden. Dat is wel weer een goeie. Wel een mooi baas. Krijg jij dit los? Oh, zie, hij is los. Hij is los. Even een boos maken. Ja. Mooi dit. Prachtig. Nou, gooi hem terug. Gaat hij weer. Dominique heeft er nog één. Weer een mooie. Ja, weer een mooie. De worpen na. We vangen hier echt niet normaal veel. Ja, die is dik 30 denk ik. Ja, vaak. Ja. En hij is los. Daar gaat hij. Niks uit. Ik ga stuk, joh. Nog groter. Ja, ja, de worpen na weer één. Drie worpen op rij. Jongens, we vangen hier zoveel, dat is echt niet normaal. Hij heeft er weer een. Mooi dit. Oh, dit is mooi, joh. Zo lekker, man. Zo... Oh, jongen, dit is dus groter. Ah, dit is niet heel groot, denk ik. Maar ja, ik denk dik 30, denk ik. Ze zijn zo sterk, deze baas. Het is echt de leukste sport die er is. Ja, maat, dit is gewoon weer een 30. Je ziet. Nee, deze is groter, mooi hoor. Dit, joh. Deze is groter. Moet je zien, deze is groter. Ja. Mooi man. Nou, volgende worp nog één denk ik, of niet? Dit is weer gewoon een 30er hoor.
Dit is wel een mooie, nee. Net hadden we al ook een double take. We hebben eigenlijk elke warp hebben we tegelijk beet. Niet normaal. Ook een mooie baars. Sterk dat ze zijn, joh. Die is, jongen. Niet normaal. Ook weer een mooie. Een double take. Zo, het is echt de zoveelste van vandaag al. Dit is een dikke, joh. Valt eigenlijk wel mee, maar... We hebben om zoveel... We hebben om tien... We doen 10 warp en we hebben denk ik 8 vissen. Ja. Dat is niet normaal. Lekker, man. Oh, super gaaf. Dit is een hele goede vis, hoor, jongens. Super dik. Top. Boos dat hij is. Ja. Goddomme, jongen. Wat een vis, jongen. Dit zijn toch echt die IJsselmeerbazen. Dit is toch prachtig. Lekker, man. Zet me gauw terug, jongen. Jongens, jongens, kijk eens aan. Nog geen minuut later. De volgende worp. Meteen vis. Chaos. Beste dag ooit. Kijk eens aan, dames en heren. Een double take. Hoppatee. Alsof het niks is. Deze gaat er weer vandoor. Deze ook. Goh, wat een prachtvissen zijn dit. Wat doe je het voor? Een oude boef. Deze vallen op zich nog wel mee hoe groot ze zijn. Maar ik denk 35, 34. Ja. Ze zijn mooi, hoor. En hij is Luzu. Lekker, man. Op naar de volgende double take. Als we precies op het goede punt werpen, dan vangen we gewoon allebei elke worp. Echt. Geloof me of niet. Het is echt chaos. En ik heb er weer een, dames en heren. En hij gaat weer los. Poh, mooi. Leuk, wat is er net ook mee? Ja, ja, dames en heren. Ja, ja. Ik dacht al, want het is een hele andere aanbeet als baas. Hij drilt anders als baas, maar... We hebben gewoon een snoek, mensen. Dit is een snoek. Snoekje. Sorry voor het slechte filmen, mensen. Het verschil. Hoe? Dan weet je dat je goed moet pakken. Kijk eens. Een mooi snoekje. Oh ja. Ja, ik heb pijk, bro. Dominique pakt hem even. Gelukkig... En hij is weg. Gelukkig hebben we een tang bij ons. Oh, hij trekt eng en loezu en ik sta hier heel ongemakkelijk te filmen met 2 hengels in mijn hand. Nou mensen, we zullen even vakkundig deze snoek de haak verwijderen. Proberen te onthaken. En hij is los. Zo even de onthaaktang even... Mag ik hem eens vasthouden? Ja. Nou, hoeft ook niet trouwens. Nee, zeker. Het is een klein snoekje. Ik doe hem even om mijn nek heen. Nou, doe even het snoekje zo, even gauw. 2 vingertjes eronder, zo. Altijd een beetje naar achter laten gaan. Zie je dat die nou alweer een beetje... Als de grote snoek was... ...wilder wordt. Dan had ik ook wel even een fotootje mee gewild, ja. Maar... Het is een klein snoekje dus. Is wel mee, volgens mij. Ja, ah, Dominique kom. Heeft weer een mooi baasje. Oh. Oh, oh, en hij is niet los. En hij is loezoe. Oh, nou, wat ja, een mooi weertje. We staan hier lekker in het water. Prachtig. Oh, mooi in één. Ik had net ook een baars. Of 2 zelfs volgens mij. Maar ik heb het niet gefilmd. En Dominique haakte net één. Hij zegt, als ik hier nog wat op pak. Want dat ding komt van vis, dat aasje. Niet dat het heel veel boeit of zo. Maar... Deze is ook hij had geen ander. Hij had gewoon echt... Ja, eigenlijk vond hij het zelf zijn lelijkste aasje wat hij had. Nou ja, zie je, het boeit eigenlijk niet heel veel wat voor aasje je gebruikt. Het boeit wel, maar... Je vangt hier op elk aasje wel wat. Ja. Ik heb een aasje bij me, die is helemaal verkrekt. Er zit geen staart, niks op. Gewoon een stuk rubber. Ga ik er zo aan hangen. Ja. Ik durf om een tientje te wedden dat ik nog een vis vang. Ja. Ziek goeie baars. Nou, hij wil niet boos worden. Nou mensen. Ik had net weer een mooi baasje. Alexander zal even een snoek vangen. Echt 1 minuut later, hè. Hij is even met mijn enkel aan het vissen. Ja, ja en ja. We hebben er een. Op de Wearshed. Op de Wearshed, jongens. Dit is een kleintje. Maakt echt niks uit waar je mee vist. Een snoek achteraan. Een snoek of wat? Een andere baas zonder achteraan. Heel klein baasje. De kleinste van vandaag, denk ik. Toch? Wel gewoon mooi. Kijk eens aan.
Ik heb er nog één. En ik heb nog een snoek. Dominique heeft nog een snoek. Nu hebben we allebei een snoek gevangen, man. Ja. Nu nog een snoekpaas en dan is het helemaal compleet. Doei. Chaos, ja. Elke minuut een vis. Let op. Zo vang je een baas. Ja, zo vang je een baas. Zo vang je een baas. Let op. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ja, en we hebben er één. 5 seconden. Dat is mooi, lijf aanbeet. We vangen hier alleen maar baas. Abonneer eventjes op Mr. X, jongens. Ja. Dat is gewoon het beste viskanaal. Volg op Instagram, Sander Knijsdoorn. Volg Dominique Jansen, -14 ook even op Instagram. Ja, dat heb ik zeker niet. Dan heb ik deze visdek gedaan. Hij is weer mooi autistisch. Dat is weer een mooie. Oh, je hebt mooi gehaakt. Nou mensen, we vangen hier echt ontzettend veel. En we vangen eigenlijk alleen maar grote baarzen. Kijk eens, joh. Dit is een prachtige vis. Kijk eens. Super mooi. Oh, gaat ie weer. Nou, hoi. Ja, alleen maar daar. Ik ving er net ook een 35 centimeter baars of zo. En een minuutje later. Ja. Ik heb het gevoel dat we telkens dezelfde vissen vangen. Ja. Ja, deze is ook weer lekker autistisch. Ik film niet alle vissen, want we vangen er zoveel, het is niet normaal. Maar... let op, de volgende worp vang ik weer een vis. Dat is bijna zeker. Ja, ja. Oh, nog geen minuut later nou. Kijk, mooi mensen. Echt een hele mooie. Zoveelste van vandaag al. Nee, joh. Geweldig. Het is gewoon weer een goede 30 mensen. We zitten hier gewoon op het IJsselmeer. We staan mooi in het water. Vissen op een meter diep. Nou, en we vangen de een na de ander. En we vangen de een na de ander 30. We hadden zo net een van 42. Kijk eens. Maar het zonnetje een beetje op achtergrond. Lekker man. Zet me gauw terug. Kan je weer zwemmen. Niet je vrienden waarschuwen. Nee. Eigenlijk gewoon niet stoppen met filmen. Maar ja, dan vang je eigenlijk bijna geen vis omdat je de hele tijd aan het filmen bent. Maar... Dominique heeft er nu weer één. Hij heeft er net al twee gevangen of zo. Ik net ook één. Dus ik dacht, nou ja, pak ik toch maar even de camera erbij. En hij heeft er één. Ja, het is wel een mooi visje op zich. Yo. Nou, het is toch weer een goede 30, 35 centimeter. Ja, zoiets. Nou, kunnen we misschien zwemmen hier? Nee, weg vriendje. Met vrij. Niet tegen mijn voet aan. Kijk eens, ja. Genieten dit. Echt. Oh, even een paar uurtjes vissen. Echt genieten dit. Kijk eens, ja. Gauw terugzetten. Kijk eens. Prachtig mooi visje. Ha. Hele mooie. Echt mooi dit. Gewoon rustig met ons. En hij trekt die loes. Waar gaat hij heen? Dominique heeft een hele grote baas, zegt hij. Ben benieuwd. Kijk eens aan, dames en heren. Ik ben net wezen eten en nu zijn we net nog geen 5 minuten op de nieuwe plek. Nou, op dezelfde plek. Nou, hij wil niet boos worden. Nee, hij is... Zo, even naar boven. Oh, dit is de grootste van vandaag. Hij is van de kop 42. 42. Maas op het IJsselmeer. 42 wat centimeter. Oh,
Oh, dames en heren, ik heb zojuist een van de ziekste drillen uit mijn hele leven. Ik werp die kant op. Ik krijg echt een ziek harde aanbeet. Ik denk, what the fuck is dit? Zit ik vast? Echt hele harde stoten. Ik heb nog nooit zo'n sterke vis gevangen. Echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Ja, ik heb wel zo'n meervalk gevangen en die was ziek sterk. Ja, is goed. Dit was echt een hele sterke snoekbaars. Voor dit formaat. Dit is wel de sterkste vis van dit formaat die ik heb gevangen. Ja, prachtig. Ja. Kijk eens aan. Laat hem mee boos kijken. Wordt hij boos? Nee. Dit was echt een hele sterke snoekbaars. Voor dit formaat. Dit is wel de sterkste vis van dit formaat die ik heb gevangen. Ja, prachtig. This is FaZe Music.